Hoi, hier is mijn groene wand experimenteerhoekje. Dit zijn twee vertigardens. Deze heb ik onlangs ingeplant. Daar heb ik nog een filmpje van ergens staan. Die doet het redelijk goed. Die hebben ook redelijk water gegeven. En deze, ja, dat zijn wat basilicumstekjes die niet zo heel geweldig doen. Maar ik heb nu eindelijk hier dit waterreservoir binnen. Die staat op het dak van het schuurtje. Die vul ik dan met 35 liter via die slangetjes. Deze kraantjes loopt het dan hier naar dat irrigatiesysteem, dat druppelsysteem dat in die bak verwerkt zit. Het kraantje heeft nu al een tijdje open gestaan, dus het begon er hier beneden al een beetje uit te druppen. Even kijken of ik dat nog kan filmen. Ja, daar zie je wel druppelen, dus ik heb het kraantje nu dichtgezet en het voelt ook overal wel lekker nat. Nou, deze die... De sugarsnaps en de tomaatjes en de basilicum, die beginnen nu ook aardig te groeien. Voelt ook al redelijk vochtig. En het begint er ook al uit te druppen, dus dan zet ik dit kraantje ook dicht. Je kunt deze systemen gewoon op zo'n gardenensysteem aansluiten. Het is zo'n soort koppelstuk voor 6 mm. Maar ik wou het gewoon eens proberen met dit reservoir en dat lijkt ook goed te werken. Dat reservoir en die kraantjes, die verkoop ik nu ook in de webshop ophalen in Amsterdam of mee versturen met groene wanden. Nou, hier ligt de eetbare wand al klaar in een hoekje. Die ga ik zo daarop hangen. En dan kijk ik nog wel even of dat ook met een reservoir werkt. Want ik wist niet zeker of die uitgangen of die druk nodig hebben. Of dat het ook gewoon voldoende druk is van de zwaartekracht. En dat lijkt zo wel te zijn. En dat is wel handig, want dan hoef je dus geen tuinslang aansluiting te hebben. Om toch je groene wand lekker water te kunnen geven.